I'ma keep winning, winning. Right. I'ma keep winning, winning. Right. You can never take away this feeling. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. I'ma keep. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cans, just for you to watch what I'm doing under the sun again. God given gift, MC's doing the running man. If you want me to get it poppin', may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in demand. The throne is mine, take that. It ain't a high five, got the upper hand. I'm too real, can't fake that. Who you know putting fear in them like this? You a vampire, still suck when you bite this. Lord forgive me for my sins, I'm feeling righteous. But they been asking me to show me I might just. They didn't think I could do it, I had to demonstrate how the flow is so heavenly, keeping demons straight. Who they fooling? I showed them the jig is up again. When I ask them who is the best, they get to stutter brain. Tell them. De echte kampioenen komen boven als iedereen moe is. Iedereen kan alles geven in het begin, de eerste minuut kan iedereen alles geven dat hem heeft en kan zo hard kloppen. Maar als ze moe zijn, dan zie je wanneer de kampioen naar voren stapt. Een bijkomende bezorgdheid is dat Jasper altijd voor de volle 100% voor zijn doelen gaat. 99% is niet genoeg voor hem. Jasper is fysiek klaar. Ik denk mentaal ook, want je ziet dat hem toch wat hongeriger wordt. Boksaktraining, thaipadstraining, sparren. Ik ben kapot, ik ben moe. Maar dan denk ik van, nu is het moment om naar voren te gaan. Mijn trainingspartner is ook kapot en moe. Maar als hij het laat vallen, dan komen de kampioenen naar boven. Ik ben Jasper. Ik ben 18 en ik ben een kickbokser. Ik loop om mijn conditie te verbeteren. Je loopt vooral om je mentale welzijn te verbeteren. Dat is een moment voor jezelf, om alleen te zijn. Zeker als je zo'n mooie natuur kunt gaan lopen, dat doet veel. Ik loop vooral om mezelf sterker te maken, mijn benen sterker te maken. Het mentaal, het fysiek op te bouwen. Want uiteindelijk traint je maar voor 3 keer 2 minuten. En soms loop ik een uur. Maar dat pusht je lichaam dan toch nog eens over die grens. En dat is waar je voor streeft. Vroeger heb ik dat... Ik was nooit echt een fuifbeest. Of een... Of echt iemand die veel uitging. En nu zelfs nog minder. Ik weet zelfs niet als het nog minder gaat. Maar ik heb echt... Als ik dan uitga, dan drink ik bij. Dan drink ik gewoon niet eigenlijk. Misschien soms is 1 à 2. Maar dat is eigenlijk de laatste tijd echt mijn maximum. Dus ja, nooit drinken. Niet roken. Niet smoren. Niks. Geen drugs. Geen niks. Natuurlijk, ik probeer dan altijd wel goed te eten, want dat is belangrijk voor je spieropbouw natuurlijk, dat je geen spierafbraak hebt. Ik probeer nu zo net onder mijn koolhydraten te zitten, omdat dan heb je niet echt een spierafbraak, maar ook geen spieropbouw, want mijn trainer zegt dat ik op deze gewicht zou moeten blijven. Wanneer zit je terug van de training? 8 uur. Het exacte moment herinner ik mij niet meer. Ik weet wel dat hij dat een paar keer heeft laten vallen, een aantal jaar geleden. Mijn eerste reactie was toen van, ik hoop dat dit een bevlieging is. We hebben toen ook gezegd van, koop maar een bokzak.
voor in de kelder. Dan kunt je daar ook al een beetje op uitleven. En hij heeft toen een bokszak cadeau gekregen van zijn grote broer. En hij heeft daar inderdaad een hele tijd op getraind, op geoefend. En ja, zijn honger was eigenlijk nog niet gestild. Hij wilde natuurlijk meer, hij wilde die technieken leren, wat ik ook wel ergens begreep. Maar eigenlijk hebben we dat dan nog wel wat geprobeerd om tegen te houden. Van al de sporten die er zijn, koos hij dan kickbox. Maar ja, we wisten ook wel dat dat voor hem een goede sport was, omdat Jasper een enorme dosis energie heeft en hij moet die ook kwijt kunnen op een bepaalde manier. Hij zit in een sportrichting op school. Hij doet dan ook nog fitness in de kelder. Hij gaat lopen een aantal keer per week. Maar bij die kickbox kan hem zich echt uitleven. De twee schermbeschermers zijn wel een beetje... Er is wel wat aan, maar die zijn nog perfect bestaan. Dus die stop ik daarin. Natuurlijk heel belangrijk, twee boxen aan het spelen. Zeker ook bij mensen. Als je gaat sparen, ook heel belangrijk, een dock om dat daar beneden te beschermen. Voor de opwarming, je hebt springtouw nodig, je hebt light en je hebt zware. Ik heb nu een light, dus daar kun je zo heel snel mee gaan. Of heb je zware, dat is dan nog extra belastend voor je spieren. Dus dat is ook perfecte opwarming. Ik ga er misschien zo'n nieuwe kopen ook, zo iets zwaarder. Maar nu heb ik een lichte. En dan pak ik windels. Om je knokkels en je handen te verstevigen en te beschermen. En natuurlijk, het belangrijkste van al, kleren. Ik heb vandaag voor mijn Venom shortje. Je ziet, die zijn heel los. Genoeg plek voor je benen. Zodat je schone high kicks kunt geven. Dus die stoppen erbij. En dan mijn t-shirt van de club zelf. Dus en zo is de zak klaar. Het ging dus een beetje nog vullen. En dan zijn we klaar om te vertrekken. Naar de training. Let's go! Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Tijdens het trainen zelf, dan ik train altijd met een doel. Met een, als ik bijvoorbeeld op de Thai-pads bezig ben, dat is heel vermoeiend. Dat is eigenlijk een van de zwaarste oefeningen die je kunt doen tijdens training. En dan denk ik van toch die laatste twee of die laatste drie punches erbij. En echt telkens mijn grens verleggen om toch beter te worden, om toch sterker te worden, om toch die conditie te verbeteren. Ah, linkerhoek, rechtshoek bij. We zijn vast, linkerhoek, rechtshoek. Stap als je door, ik ben tussen de PC. We gaan vast, bij een stapje, linkerhoek, rechtshoek. En dan gaat er vooral gewoon door mijn hoofd van
als ik nu opgeef, dan... Ja. dan zou ik die avond vanzelf niet van kunnen slapen, zo, om te overdrijven, hè. Maar... om toch, ja... Ik train altijd gewoon met een doel in mijn hoofd. En om door te zetten tot het einde en toch alles te geven op het moment zelf. Allee, dat is vanzelfsprekend. Als je de sport op een hoog niveau ziet, hè, dus het full Muay Thai, zonder scheenbeschermers, zonder met ellebogen, met knieën. Het is een snoeiharde sport. Het zijn wel atleten die erin zitten. Nu, de vooroordeel dat iedereen die aan de sport beoefent ook zo'n harde atleet is, dat kunnen we wel wegwerken. We hebben nu ook erkenning door Sport Vlaanderen. Sinds begin dit jaar Olympische erkenning nu. We zijn ook, als ik het goed heb, de meest beoefende vechtsport nu in Vlaanderen. Ik denk dat we judo juist achter zaten, maar dat we die toch nu voorbijgestoken zijn. Maar ik denk een club binnenlopen, dat doet al veel. Om gewoon eens mee te doen. En ja, het is een pittige sport, maar als een goede club, zeker bij ons, wordt rekening gehouden met iedereen. Iedereen zijn niveau. Dus iedereen die hier komt trainen, dus de bedoeling dat hij waar voor zijn geld krijgt, full body workout naar huis. En jongens die dat echt willen doen op competitief niveau, want je moet dat ook echt willen, die stappen de ring in. En dat blijft hard, dat zal ik niet ontkennen. Maar het zijn echt wel atleten. Dus de vooroordelen van dat zijn allemaal gekken en die slaan constant elkaars hoofden in. Ik denk dat die tijd gelukkig al voorbij zijn. Hè? Dus dat we in dat opzicht weer. En dat iedereen voor de sport ook voor iedereen toegankelijk is. Hij vroeg gewoon aan mij van, zou je dat willen, zo'n wedstrijd? En toen dacht ik van, ja, eigenlijk, hè. Lijkt me wel. Lijkt me dan toch nog wel een verdere stap dat ik wil nemen. En die stap ga ik ook nemen. En toen trainde ik ineens met een heel ander doel. En dat traint ook heel anders. Als je traint met bijvoorbeeld het verhaal van ik wil fysiek sterker worden, ik wil mijn frustratie eruit kloppen, dan traint je heel anders dan als je traint voor echt een wedstrijd. En daar heb ik wel zo die overgangsfase gevoeld van trainen voor dat of trainen voor een wedstrijd. En dat is een heel groot verschil. Jasper is fysiek klaar. Ik denk mentaal ook, want je ziet dat hem toch wat hongeriger wordt. Hij is ook wat ouder natuurlijk. Technisch moeten we nog aan dingen gaan werken. Maar ik zie wel dat Jasper de laatste tijd, en dat is ook altijd zo. Ik zie dat het leuk is, ik heb jeugd dat ik ook doe. Die groeicurves van jongens zijn totaal anders. Dus een jongen die lijkt precies dat hij geen vooruitgang maakt, maar hij blijft trainen. En dan in één keer, whatever, een maandje of twee, dan in één keer maakt hij een sprong. Want je ziet bij het sparren, lukken dingen die anders niet lukken. En ik denk dat Jasper op dat moment is dat je gaat zien van oké, die jongen is ringvaardig. Maar Jasper is in mijn ogen nu al redelijk klaar van de eerste wedstrijd. Maar ik ben ook iemand die, ik wil de puntjes op de i zetten, dat ik 100% weet dat die jongen zeker klaar voor is. 99% is niet genoeg voor hem. Hij zal zich altijd volledig inzetten. Dus ik vraag me af, gaat hij tijdens zo'n wedstrijd zijn eigen grenzen kennen? Ik hoop maar dat hij er nooit over gaat. Dus dat proberen we toch wel een beetje te bewaken. Ja, ik heb het eigenlijk nog altijd een beetje moeilijk met het feit dat hij kickbokst, omdat ik altijd zoveel schrik heb dat hij gekwetst geraakt. Ik stel mij er ook altijd de ergste dingen bij voor, hè. Tanden uit, blauwe ogen, dat zijn gezicht gewoon niet meer herkenbaar is. Dus na de training vraag ik altijd hoe is het gegaan en dan kijk ik toch eens even stiekem. Of dat hij geen blessures heeft of schaafwonden of blauwe plekken. Dus ja, ik hoop dat de dag dat hij zijn eerste wedstrijd gaat doen eigenlijk nog heel lang uitblijft. Maar ik heb toch al vernomen dat zijn trainer zegt dat hij er stilletjes klaar voor is. Ik wist dat die dag ooit zou komen en ja, als moeder voel ik me ergens ook wel verplicht om aanwezig te zijn, om hem daarin te steunen. Maar ik weet nu al dat ik dat heel moeilijk ga vinden om dat aan te zien. Dus ik weet eigenlijk nog niet goed
op welke manier dat ik mij daarop kan voorbereiden. Ik kan het bijna niet maken om niet aanwezig te zijn, maar toch ga ik dat emotioneel een hele zware dobber vinden. Dus ja, dat is voor mij nog een beetje een groot vraagteken. Ik als trainer, voor mij het belangrijkste, of ik denk prioriteit nummer 1, is veiligheid van de persoon, of de vechter, of vechtster. Dat ik weet dat hij fysiek fit is, dat hij fysiek stoten zeg maar, kan incasseren, ook kan uitdelen natuurlijk. Maar het is een contactsport, het is ook een atletische sport. Je moet getraind zijn, je kunt niet zomaar denken, omdat ik een soort techniek heb geleerd van iemand ooit, is dat gaat werken. Wanneer is er iemand klaar voor? Dus, maar ik als trainer, dat zijn dingen die je ziet. Is die persoon gedisciplineerd? Traint die hard? Is die fysiek in orde? Natuurlijk moet je een bepaalde skill of niveau hebben. Maar dan nog steeds weet je niet hoe je... Allez, sommige, ik zeg altijd, sommige shine out in the spotlight en sommige, ja, they crumble. Of pressure creates diamonds. Voor mij als trainer is het belangrijkste dat ik weet, die jongen kan veilig die ring instappen. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Sowieso een beetje schrik als er mensen zijn die zeggen dat ze geen schrik hebben, dat is bullshit. Maar dat zorgt ook al voor dat je scherp blijft. En ja, je wilt gewoon, alleen in mijn geval, agressie ook. Je wilt die kapot maken, die andere kerel. En als die bel gaat, dan is je focus daarop, op die persoon, en dan valt eigenlijk alles daar rond gewoon weg. Dat is wel sinds die eerste wedstrijd, je kijkt anders naar je training. Hè. Je komt met een focus, je wilt er echt alles uithalen om dan te zorgen dat je ook helemaal klaar bent voor die wedstrijd. Dus elke training is het echt afzien. Zo'n wedstrijd toch? Zou wel veel voor mij betekenen, omdat ik dan aan iedereen kan laten zien hoe goed ik ben. En te laten zien wat ik waard ben en hoe stevig ik sta in mijn schoenen. Er gaat eigenlijk heel veel door je hoofd, dus je denkt niet aan één ding specifiek. Dat is gewoon even... Alles komt door je hoofd. En eens dat je de ring instapt, is alles weg. En dan is er maar één focus en dan is je tegenstander. Je probeert dat te kanaliseren. Eigenlijk om dat te kunnen plaatsen. En te gebruiken in je wedstrijd. Om te zetten in kracht. En een beetje woede. Het is eigenlijk om echt te laten zien aan iedereen die komt kijken. En zelfs degene die niet komen kijken. Om toch te laten zien, kijk, ik heb mijn wedstrijd kickboxing gedaan. En ook eens een beetje voor mijn mentale welzijn. Van, ja, hoe sterk kan ik die mentale strijd aan bij de weging en achter de schermen. Eigenlijk begint de wedstrijd pas... Als je alle twee in de ring staat en de bel gaat.